Ik lag om 11:55 in mijn bed. Mijn ogen waren nog steeds wagenwijd open om 12:30. Maar toch stond mijn wekker om 6:00 in de ochtend en stond ik op. Hey, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben net wakker. Het is 6:06. Vandaag neem ik jullie een dagje mee op mijn 6:00 in de ochtend morning routine. Ik laat jullie zien wat ik vandaag allemaal doe. Ik ga namelijk zo meteen even hardlopen. Like deze video voor meer in de toekomst. En kom gezellig met me mee. Het verbaast me dat mijn slaapmuts nog op mijn hoofd zit. Er stond in het weerbericht dat het keihard ging regenen. Ik zie het nog niet, maar het is ontiegelijk warm. Maar ik heb waterdichte schoenen, dus dat is prima. Alleen als ik zeiknat ben, dan heeft het toch geen nut. Het eerste wat ik in de ochtend doe is mijn nachtbeugel uitdoen. Lekker vies. Daarna neem ik mijn pil in met genoeg water. Dit is wat ik de hele ochtend doe totdat ik ga hardlopen. Want je verliest super veel vocht in de nacht. Maar laat ons aankleden. Ik zet altijd een dag van tevoren spulletjes neer. Ik heb een oudere koptelefoon. Dus als de zweet in komt, maakt niet uit. Sokken. Ik moet even mijn haar kammen. Een buideltasje met mijn sleutels. Sport-BH. Schoon ondergoed heb ik al aan. Mijn shirt. En mijn broek. Iedereen in mijn huis slaapt nog. Ik moet dus een beetje stil zijn. Ik ga even een ander shirt aan doen, want het is echt bloedheet. Ik denk ook even dat ik beneden mijn haar ga doen, want het is best wel stil boven. Maar ik ga zo even snel mijn tanden poetsen. Zonnebrand op en dan zie je jullie mee zo terug. We zijn in de badkamer. Ik ga de douches terug om van het hardlopen. Is nu ook even water op mijn gezicht en zonnebrand op. En poets ik even snel mijn tanden en dan gaan we naar beneden. Let's go. Het is nu al zo laat. Alleen, normaal gesproken is het niet zo laat. Dan was ik nu al buiten geweest, maar ik moest heel veel engels zoeken, dus. Ik drink ondertussen nog steeds heel veel water. Ik heb gisteren mijn wenkbrauwen gedaan. Ze zijn nog steeds niet gelijk, volgens mij. Ik doe altijd even snel een deo'tje op. Ik heb gisteren nacht gedoucht, dus ja. Dan douche ik zo meteen wanneer ik terug ben. Because we don't wanna stink. Lippenbalsem. Ik was ook eerst van, zou ik deze dag wel filmen? Ik eet de laatste tijd zo slecht en mijn gezicht is ontploft door de puist. En toen was ik van, deze weken bestaan er ook. Dus we filmen het gewoon vandaag. Het is al veel later dan dat ik normaal gesproken naar buiten zou gaan. Het is 7:50. Ik moest zoveel verschillende engels zoeken, dus het duurde wat langer. Maar ik ga even snel plassen, doe ik mijn schoenen aan en dan laat ik mijn outfit zien en dan gaan we naar buiten. Eerst zag ik dat dit shirt te klein was. Het is een M. Ik denk dat ik dus de prijskaartjes eraf geknipt en nu zie ik dus dat die te groot is. Maar ja, maakt niet uit. Ik denk dat we progress hebben. Het is nu 7:15. Ik ga normaal gesproken echt nooit zo laat. Thuis rennen, luister ik naar techno. Ik heb mijn eigen afspeellijst gemaakt. Ik heb altijd hele harde techno op. Want dan lukt het beter. Ik ga naar buiten. Ik gebruik deze app. Dit ga ik vandaag doen. Ja, dan gaan we maar beginnen. En dan zie ik jullie zo terug wanneer ik klaar ben. Ik heb nu 10 minuten hard gelopen. Dan ga ik 5 minuten lopen en dan weer 10 minuten hard lopen. En dan zie ik jullie thuis weer. We back boys. Ik heb het heet. Er waren heel veel schaapjes onderweg, dus dat was wel schattig. Maar het is nu 7:56. Normaal gesproken ben ik wel echt tussen 7:15 en 7:15 al terug, maar dan ga ik ook eerder de deur uit. Nu dus niet. Dit is wel wat ik jullie wil meegeven, wat ook echt een misconceptie is. Als je 2-3 weken niet hebt bezig hardlopen, dan is al je progress weg. Dat is niet waar. Ik kan nog steeds gewoon 2 keer 10 minuten. Tuurlijk kon ik eerst 45 minuten, maar ja. Dat is mijn doel nu niet meer. Maar in ieder geval, je progress gaat niet weg als je een tijdje niet bent geweest sporten. Het is wel wennen en je hebt het warm. Maar het lukt gewoon. Wat we gaan doen. Ik ga dit afdoen. Letterlijk de laatste keer dat ik buiten ging hardlopen was het nog 8 graden in de ochtend. En nu is het al 18 graden in de ochtend. Dus ik heb me helemaal doodgezweet. Het is ook super benauwd. Er waren veel meer mensen dan dat ik had gehoopt. Want daarom ren ik ook in de ochtend. Zo min mogelijk mensen. Ik had wel gemerkt dat ik veel te weinig water heb gedronken. Is het ernstig? Beetje. Like deze video, subscribe. Vandaag film ik namelijk 2 video's. Deze is mijn 6:00 in de ochtend routine. De volgende is wat ik eet op een dag om af te vallen. En dat is dan rond de 1500-1600 calorieën.
Ik eindig ook vandaag met mijn vriend, dus die ontmoeten jullie ook meteen. Maar ik heb nog veel te doen vandaag. Het staat eigenlijk ook allemaal op mijn telefoon, maar ik vind het handig om af te strepen. Ik ga eerst nog even rustig mijn water drinken. En dan ga ik naar boven, ga ik douchen. Dat ga ik allemaal niet laten zien. Let ook op, volgende video wordt waarschijnlijk een haarroutine. Dus dan kunnen jullie meteen zien hoe ik mijn haar fix. En hoe ik dat dus deep condition, want dat is een hele dag werk. Oh ja, wat ook een ding is, ik eet niet voordat ik hardloop. Ik eet überhaupt pas rond een uurtje of één, dus ik eet nu sowieso nog niet. En wat heeft geholpen? Nou, ik weet niet of het heeft geholpen. Ik heb gisteren echt een stuk of 6 grote chocolate chip koekjes gegeten die mijn broer had gemaakt. Er zat letterlijk 300 gram suiker in al die koekjes verdeeld en ik was van... Daarvoor krijg je echt zo'n sugar rush en daarin zat ik echt in een erge dip. Gisteren heb ik ook gewoon 3 uur lang beneden niks lopen doen, terwijl ik nog best wel veel hoort te doen op een dag. Maar in ieder geval had ik dus genoeg energie om vandaag te rennen. Maar ik zie jullie in de volgende clip. Dat is of boven nadat ik heb gedoucht, of dat is boven nadat ik aan het douchen ben. Nee, grap, natuurlijk niet. Voordat ik de douche stap, ga ik even mijn bed opmaken, want dat is ook iets wat ik altijd doe. Je vraagt je misschien af, waarom slaap je nog met zoveel dekens? Sinds 5 dagen slaap ik niet meer met een warmtedeken. En het is midden juni. Misschien volgend jaar dat ik in juni niet meer met een warmtedeken hoef te slapen, maar dat zien we dan wel. Mijn bed is in ieder geval gemaakt. Het is nu ondertussen 7:50. Ik ga even lekker douchen en dan zie ik jullie zo terug. Wil jij weten wat mijn skincare routine is? Jammer genoeg laat ik dat in deze video niet zien, maar in de volgende of die daarna. Dus like en subscribe om die te zien. Hallo, we back. Ik ben weer schoon. Ik zie dat de batterij doodgaat, dus ik doe er even een nieuwe in. Maar ik ga even naar beneden een kop thee zetten, want het is nu 9:50. Ik heb lekker gedoucht, mijn haar gedaan. Dan kan ik verder met mijn dag. Ik eet dus nu nog steeds niet. Ik drink gewoon thee met apple cider vinegar, zodat je suikerspiegel laag wordt gehouden. En als ik zo meteen eet, dat die dus niet zo omhoog stijgt. Jullie zien mij zo in de keuken. We hebben thee. Ik ben christelijk opgevoed, dus ik begin mijn ochtend met dank voor de dag en een stukje Bijbel te lezen. Als ik niet hardloop, doe ik dat daarvoor. En op dagen zoals vandaag doe ik dat daarna. Meestal na het Bijbellezen lees ik een informatief boek. Ik lees nu al een tijdje deze, The Richest Man of Babylon. Ik hou er gewoon van om dingen te leren, dus daarom lees ik dit boek. Ook heb ik elke dag een lijstje van wat ik moet doen. Dit is het lijstje. Vandaag is het best wel kort, dus dat is chill. We hebben al bewogen en dan zal ik zo meteen nog even mijn boek lezen. En dan kan ik het bovenste afvinken. Daarna ga ik gezellig even Spaans in mijn bed leren, want dat doe ik ook elke ochtend. Nou, mijn boek is gelezen, dus die kan ik ook weer afstrepen. Soms doe ik lang Spaans, soms doe ik kort Spaans. Vaak doe ik eigenlijk kort Spaans. Ik heb niet altijd evenveel zin om in de ochtend gewoon 3 kwartier aan Spaans te zitten of zo. Ik doe meestal gewoon 5 tot 10 minuten. En zo ziet dat eruit. Yo necesito un teléfono. Yo necesito un teléfono. Ik heb dit allemaal af. Nou, voor de rest heb ik niet zoveel. Maar we kunnen in ieder geval weer afvinken dat Spaans is gedaan. Dus dat is mooi. Meestal ga ik nu eventjes op mijn telefoon zitten. Op mijn laptop. Even dingetjes nachecken. E-mails kijken. Insta berichten bekijken. En dat is het wel zo'n beetje eigenlijk. Iets wat ik ook echt top vind is wanneer ik comments krijg over... ja, dingetjes die mensen willen weten. Of gewoon dat mensen het een leuke video vonden. Doet me echt goed. Dankjewel daarvoor. Zeker motivatie om door te gaan. Sowieso vind ik het gewoon leuk om YouTube te doen. En als ik er iets mee kan bereiken, zou het helemaal top zijn. En ik vind het ook gewoon leuk om mijn leven terug te zien en hoe ik ben veranderd. En bijvoorbeeld mijn filmskills of mijn editing skills, hoe dat zo verbetert per video. Dat vind ik allemaal wel leuk om terug te kijken. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Geef deze video alvast een duim omhoog. Ik zou ook nog even hier video's toevoegen die je misschien ook kan gebruiken van hoe jij het beste kan afvallen en hoe ik ben afgevallen. Ik heb ook een boekje met allemaal ideeën. Die staan hierin. Ik heb wel aardig wat ideeën in het boekje staan. Alleen ik vind het erg moeilijk om te bedenken hoe en waar ik de video ga filmen. Want ik leef hier ook nog met andere mensen in huis en het is soms best wel moeilijk om dan in stilte iets te filmen of... de vraag of iedereen stil kan zijn of überhaupt dat mensen wel of niet op camera willen zijn. Dus daarom film ik ook heel erg in mijn kamer. Ook heb ik hier wel top licht en op de gang of in de badkamers ligt best wel slecht. Maar ja, we gaan verder. Het is
alweer een tijdje later. Ik heb een beetje lang op mijn laptop gezeten. Daarom ben ik naar beneden gegaan en heb ik echt iets van een half uur weer met mijn broer gekletst. Dus het is ondertussen 11:45. Het is natuurlijk mijn morning routine. Het enige wat ik nog doe is scheikunde. Ik zal even laten zien hoe ik alles neerleg en klaarzet om te beginnen. Ik ga ook even mijn haar vastmaken, want het is niet best. Ik maak hem heel losjes vast, zodat mijn krullen nog rustig kunnen drogen ondertussen. En er geen gekke knik in mijn haar komt, want dan is je haar verpest. Ik heb ergens rond 20 juli een examen. Het is nu 18 juni. Alleen ik heb nog 6 hoofdstukken te gaan. Dus ik kruis altijd elke dag mijn kalender af wanneer ik begin met mijn scheikunde. Wat voor sommigen misschien heel gek is, maar voor mij heel normaal is wanneer ik mijn huiswerk maak of iets aan het leren ben. Heb ik altijd gewoon mijn koptelefoon op. Ik heb eentje met Bluetooth. Deze heeft ook noise cancelling. Dus als iemand of iets aan het boren is buiten, hoor ik dat ook niet. Dus kan ik gerust verder. Ik heb altijd dezelfde lijst aan die ik volg op Spotify. Dat is deze. Dan doe ik ongeveer een uur, anderhalf mijn scheikunde en dan ga ik ontbijten. En dan zit eigenlijk mijn ochtend er weer op. Want het is nu ook alweer 11:45. Dus het is net geen middag. Ik stop nu even met scheikunde, want ik begin echt trek te krijgen, merk ik. Volgens de app en de timer die ik gebruik mag ik om 10:50 eten. Alleen ik heb nu al trek en eten maar het duurt sowieso wel eventjes, dus dan maakt het niet heel veel uit. Maar dan brei ik er nu een einde aan. Bedankt voor het kijken. Ik ga wel verder vandaag met het filmen van mijn andere video wat ik eet op een dag om af te vallen. Laat in de comments even achter wat je ervan vond en wat je in de toekomst zou willen zien. En dan probeer ik het waar te maken. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doeg!